Ik ben Nico van Vliet, eens radio- en televisiejournalist in Nederland en ik woon nu in Amerika. Alle Nederlanders, binnen of buiten de grenzen, kunnen binnenkort hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen. Maar 23% van de Nederlanders schijnt daar gebruik van te gaan maken en het ziet er naar uit dat uiterst links en uiterst rechts het meest populair zijn. Dat betekent dat uw vrijheid van meningsuiting op het spel staat. Want uiterst links en uiterst rechts staan niet toe dat u er een eigen mening op nahoudt. De gulden middenweg gaat verloren. Vrijheid en democratie staan op de tocht. Stem daarom voor vrijheid en democratie. Stem de VVD. In mijn tijd de partij van Vonhoff en Wiegel. Nu met een nieuwe generatie, waaronder Sam Chiribi, die Nederland weer op de wereldkaart wil brengen door bruggen te slaan eerst in Europa, naar Afrika, naar Azië en naar Amerika. Herinner zijn naam als u uw stem uitbrengt. Sam Chiribi.